Ja, 2 tot 3 keer per jaar hebben wij een succesvolle orgaandonatie. En meestal zijn dat toch mensen, familieleden, die ja kunnen zeggen omdat degene die het ongeluk overkomen is, of die de ernstige aandoening heeft, al geregistreerd staat als ik wil donor zijn. Dat zouden er veel meer kunnen zijn. Maar omdat het een moeilijk onderwerp is voor de familie en de artsen, mist het Deventer ziekenhuis jaarlijks een aantal mogelijke orgaandonoren. Ik denk dat dat er wel 3, 4 per jaar zijn. Dat zouden dus potentiële orgaandonoren zijn die niet doorgaan omdat of wij het gesprek niet goed doen of dat ja, de familie het gevoel heeft dat ze geen goede beslissing nemen door ja te zeggen. Wouter Duinesveld is 29 als een virusinfectie zijn hart binnen 2 weken volledig verwoest. Hij overleeft dankzij een steunhart, maar kan bijna niks meer. Dan, na 1 jaar, komt het telefoontje. Wouter, er is een hart beschikbaar. Voor de operatie neem je afscheid van je geliefde. En dat afscheid is heel dubbel, want je weet van nou, de kans bestaat dat ik deze operatie niet overleef. En die kans is vrij groot. Maar als ik hem wel overleef, dan is mijn nieuwe leven daar. Ja, dat gevoel dat overstijgt alles. Het gaat heel erg goed met Wouter. Hij sport weer, is onlangs vader geworden en is blij dat hij leeft. Ook al weet hij dat hij er waarschijnlijk over 15 jaar niet meer is. Nou, je moet vanuit mijn ogen zien is dat ik er eigenlijk al 5 jaar of 6 jaar inmiddels niet meer had moeten zijn. En ik leef in een soort extra tijd. En die extra tijd die benut ik ten volste. Ik werk wel hoor, maar alles wat ik buiten mijn werk doe moet vooral bijdragen aan een zo gelukkig mogelijk leven voor mijn vrouw en onze zoon, mijn vrienden, familie en voor mezelf. En dan is elke dag er één, hoe clichématig dat ook klinkt. Het blijft een moeilijke vraag. Wilt u uw dierbare beschikbaar stellen voor orgaandonatie? Natuurlijk wordt die vraag niet zo bout gesteld. Voor artsen is het ook een moeilijke materie. Door daar intern aan te werken en door vooroordelen weg te nemen, hoopt het Deventer ziekenhuis dat meer mensen zich opgeven als donor. Want er zijn nog heel veel veronderstellingen van mensen die niet kloppen. En dat merken wij ook in de gesprekken, dat soms familieleden een beslissing nemen over het niet doorgaan van een donatie, omdat ze een bepaald gevoel erbij hebben, wat misschien niet klopt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat mensen het gevoel hebben dat je gebruikt wordt als proefkonijn. Of dat mensen het gevoel hebben van, hij zou dat nooit gewild hebben. Terwijl je dat eigenlijk van tevoren nooit met elkaar besproken hebt. Ben Strik helpt mee met het wegnemen van vooroordelen. Zijn vrouw overleed 4,5 jaar geleden plotseling aan een hersenbloeding. Ben wist van de wens van zijn vrouw om donor te zijn. Zij was verpleegster in hart en nieren. Had een codicil. Zij wou het hele lichaam weggeven aan de wetenschap, heb ik geen toestemming voor gegeven, alleen voor orgaandonatie. En na een half jaar heb ik gehoord dat de lever en de nieren alle twee aan zijn geslagen en alle twee mensen zijn blijven leven. U zegt, ik ben toen zelf donor geworden. Ja. Waarom was u dat daarvoor niet? Wat angst. En angst is door mijn vrouw helemaal weggenomen. En mijn dochters zijn ook donor geworden. Alle twee. Dus we kunnen wel stellen dat het overlijden van uw vrouw heel veel ogen los heeft gemaakt. Dus ik kan iedereen aanraden rustig donor te worden.